Pinkpop. Maar ik wil even mijn verontschuldigingen aanbieden, mensen. Ik heb vorige week een grapje gemaakt over een dikke vriendin van mij. Dus bij deze mijn verontschuldigingen. Ik bedoel, je moet geen grapjes maken over dikke mensen. Die hebben per slot al genoeg op hun bordje liggen. Dit is jouw Friday. Dit is jouw vrijdagmiddag met Keur in de Middag. Dit is 3FM. Het is ronde. Lekker rond. Lekker rond. Ja. Lekker rond. Ik maak geen grappen meer over ronde, mensen. Hè? Nee, dat heb je vorige uur ook al beloofd. Nee, absoluut. Ik voel het toch aankomen. Ik moet je zeggen, ik heb speciaal voor die gelegenheid, voor die lange wandelingen in het bos, ik heb een camouflagepak gekocht. Ja, ik had alleen nergens meer vinden. Ja, goed, mensen. Lekker weekend, heerlijk vrij. Zalig niet, zo maak je blij. Alles is van de baan. Zet dan gewoon je radio aan. Radio show, mensen. En we zitten met bordje vol. En we hebben een hele speciale gast. Het is namelijk een dame waar Mart het mee doet. Keur in de middag. Wat zit er in de show? Dit hele uur te gast Sophie Hielkema. Ah, Sophietje, wat ontzettend leuk. Dit is zo gezellig. Ik wil zeggen, voor de mensen die alleen radio luisteren, is ook heel leuk om naar te kijken. Maar jij bent ook leuk om naar te kijken. Dankjewel. Waren ik hetero, dan wist ik het al. Ik word hier nu al ongemakkelijk van ook. Nou, dat ben niet de eerste vrouw die dat zegt, hoor. Maar wat heerlijk dat je er bent. Ja, ik vind het heel gezellig. Ja. En deze draai is speciaal van mij in de boer van 3FM. Hij zegt, ik hoor te weinig oude plat. En het is een zonnige plezierje van Sophie. Daar is die Wham en de Club Tropicana. Sophie, hier is jullie hoor, mensen. Ja, mag ook wel eens gezegd worden. Applaus. Applaus. Wat heerlijk dat je er bent. Ja, wat hebben jullie goed ingelezen? Ik word er een beetje bang van, alsof ik twee stalkers heb eigenlijk in deze studio. Nou, in ieder geval één, want Thomas is vrij gek op je. Het is dat hij voorzien is. Ben jij zo voorzien? Ben jij hetero? Ben je misschien een kleine lesbienne? Ik ben het nog een beetje aan het onderzoeken eigenlijk, Eddie, hoe dat nou precies zit. Je weet toch niet of je lesbisch bent? Ja, misschien is dat soort van 30 life crisis. Ik weet niet of dat al een term is, maar dat ik denk, ja, misschien zijn het gewoon mensen waar ik op val. Ik weet het niet zo goed. Maar ik heb dat ook. Ik ben in het begin ook heel lang hetero geweest. Mm-hmm. Toen ben ik biseksueel geweest, net als Marta. Jij mee gaat presenteren. Ja, hartstikke precies. Leuk. Ja. Maar heb je het wel eens gedaan met een meisje? Nee, nog niet gedaan. Ik heb wel eens een keer gekust met een meisje in de kroeg. Ja. Vond ik ook best leuk. Dat ik dacht, oh, dat is heel anders dan met een man eigenlijk. Ja, nee, ik zou dat gewoon doen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, ja, ik deed beetje dat. Beetje experimenteren zou je me aanraden eigenlijk. Ja, zo is dat. Speciaal voor jou, Sophie. Ja, ik ben groot fan van Wham, maar ik hoor net dat jij dat ook bent, Eddie. Ja, we hebben weer iets met elkaar gemeen. Je zei volgens mij net bij Marten Meijer dat jij de enige single was in de studio, maar? Times have changed, ik ben ook single. Single. Je hebt eindelijk iemand gevonden die ook single is, Eddie. Oh, verdikken me, dat maak ik weer mee. Net van het verkeerde geslacht ook, verdikken me. Dat is dan weer jammer. Ja, wat zoek je dan? Nou ja, een beetje een leuke gast natuurlijk. Wat is de leeftijdscategorie? Nou, ik vind dat twee volwassenen elkaar leuk vinden, of je nou 27 bent of 87. Ja. Als twee mensen elkaar leuk vinden, doet het er niet toe. Ja, dat is waar. Dat is misschien waar. Waaraan moet aan de buitenkant een man voor jou voldoen? Behaard? Nee, ja. Op welke plekken precies? Nou, joh, de plekken waar ik niet verwacht. waar het licht dan nooit geschenen heeft. daar moet je het weghalen. Vind ik onhygiënisch. Ja, die beharing weet ik niet. Zou ik hem eventueel nog mee kunnen helpen? Kijk maar even hier de midden. Floris Molenaar zit hier. Hij zegt, ja, hoe doe je dat? Stel dat je om te beginnen met je kontje in een bakje met fiets gaan zitten. Godverdamme. Nou, zeg even, moet het een flink bakje zijn. Maar goed. Oké. Okay, ik ga nog een biertje drinken. Ik ben knalrood, dus ik ga ook even afkoelen buiten, denk ik. Helemaal niet nodig. Je krijgt een groot applaus en een kus van ons. Sophie was in de house!